De media is vandaag onaangenaam verrast met een andere werkwijze op het kabinet van de vicepresident. Zoals gebruikelijk gaat de pers op de woensdag naar het regeringsgebouw om de ministers te interviewen, voor aanvang van de raadsvergadering. Vanaf vandaag zullen de ministers het gebouw betreden via de achterdeur en pas als zij dat wensen, lopen zij de pers tegemoet voor eventuele interviews. Journalisten zijn niet ingenomen met deze werkwijze, omdat ze vinden dat ministers hen zo makkelijk kunnen ontwijken. Humphrey Dundas, directeur van het directoraat Volkscommunicatie, liet weten dat de gewijzigde strategie te maken heeft met de veiligheid van de ministers. Kijk, dit is de RVM nogmaals. Dit is een gelegenheid om met de ministers te praten. De ministers kan je overal, te alle tijden spreken. Dit is slechts een gelegenheid, omdat ze allemaal hier zijn op de woensdag. En je kan de minister dus ook niet verplichten om te zeggen van ja, ik sta de pers te woord. Maar nogmaals mensen, het gaat gewoon om een stukje veiligheid die we, en een stukje ordening die we hierin willen brengen. En indien er behoefte is om een minister te spreken, de ministers komen gewoon van achteren, ze staan hier. En dan mag u interview afnemen. Dundas zegt dat pas als de wil wederzijds is, een minister geïnterviewd kan worden. Hij wijst erop dat de gelegenheid die de pers wordt aangeboden om de ministers te spreken elke woensdag geen formaliteit is. Als de faciliteiten hier zijn ook niet van die aard. We kunnen ook zeggen van we doen tijdens de pauze van de RVM interviews of na de RVM. Maar u begrijpt, het gaat gewoon om de faciliteiten hier. Ja, maar nogmaals, jullie staan vrij, de minister staat ook vrij, te alle tijden. Humphrey Dundas, directeur van het directoraat Volkscommunicatie.